kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Meneertje Vogelverschrikker. Peppa en George spelen vandaag bij opa en oma Big. Hallo, opa Big. Opa Big. Hallo, Peppa. Hallo, George. Opa, wat ben je aan het doen? Ik maak hier een bloemenperkje. Oeh. Uit deze zaadjes groeien straks prachtige bloemen. Ik strooi de zaadjes op de grond. En dan bedek ik de zaadjes met aarde. Oh, waar zijn ze nou? De zaadjes zijn verdwenen. Dat is raar. Ik had daar toch bloemzaadjes gestrooid? Ja, opa, dat heb ik gezien. Maar ze zijn nu verdwenen. Nou ja, dan doe ik het nog een keertje. Zoals ik al zei, ik laat de zaadjes gewoon op de aarde vallen. Een klein vogeltje eet alle bloemzaadjes van opa Big op. Hé, blijf van mijn zaadjes af. Dus daar zijn al mijn zaadjes gebleven. In een heel klein vogelmaagje. Daar komen nog twee vogeltjes opa's zaadjes pikken. Oh, kijk! Ah, weg, weg! Wat is er aan de hand? Oma Big, de vogeltjes eten al mijn bloemzaadjes op. Daarom jagen wij de vogeltjes weg. Wegjagen heeft geen zin. Ze komen direct weer terug. Kijk. We hebben een vogelverschrikker nodig. Wat is een vogelverschrikker? Een vogelverschrikker is een pop van stro die vogels afschrikt. Wat een prachtig idee, oma Big. Aan de slag. We maken een vogelverschrikker. Tot ziens, vogeltjes. We gaan een vogelverschrikker maken. Dit is de tuinschuur van opa Big. Hier liggen genoeg dingen om een vogelverschrikker mee te maken. Eerst heb ik twee stokken nodig en wat touw. Komt in orde. Peppa heeft twee stokken gevonden en George een touw. Mooi, ik bind de stokken aan elkaar om het lijf te maken. Oma Big heeft wat stro gevonden en een jute zak. Prachtig, ik doe het stro in de zak en klaar is het hoofd. Wat zullen we die vogelverschrikker aantrekken? Hier is een tas vol oude kleren. Oeh! George heeft een jurk gevonden. Gekke George. Meneertje Vogelverschrikker wil toch geen jurk aan? Peppa haalt een jas tevoorschijn. Prima keuze, Peppa. George heeft een hoed gevonden. Goed gedaan, George. De Vogelverschrikker wil graag een gezicht. Natuurlijk! Willen jij en George zijn gezicht schilderen? Ja, graag. George schildert de ogen en de neus. En Peppa schildert de mond. Fantastisch! De vogelverschrikker is klaar. Hoera! De vogels eten weer de bloemzaadjes van opa Big op. Kijk, de vogeltjes zijn terug. Geen probleem, Peppa. Meneertje Vogelverschrikker gaat aan het werk. Het lukt. Meneertje Vogelverschrikker jaagt alle vogels weg. Hoera! Mooi. Nu worden de zaadjes niet meer opgegeten. Oh, opa. Wat kijken de vogeltjes sip, zeg. Ja, ze hebben vast honger. Daarom heb ik dit bij me. Wat is dat, oma? Dit is een vogelvoerder. Opa, mag ik wat bloemzaadjes hebben? Kijk eens, vogeltjes, etenstijd. Nu kunnen de vogels gerust zaadjes eten. Hoera! De vogeltjes zijn weer helemaal vrolijk. Peppa vindt het fijn dat opa's bloemzaadjes niet meer worden opgegeten. Maar ze vindt het nog fijner dat de vogels geen honger meer hebben.